voor een mens de grote stilte komt. Gaan leed en vreugd voor goed een einde nemen. De kaars waait uit, het levenslied verstomt. En de proleet, de miljonair, de koning. Ze krijgen hier eenzelfde kleine woning. Eén kamertje, al ben je nog zo rijk. Voor magere hein is iedereen gelijk. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van zes planken. Dan ligt er ieder in verschiet, al ben je nog zo'n grote biet. Je krijgt zes planken, anders niet, een huisje van zes planken. Dit laatste huis, het heeft geen marmeren trappen en geen lakei die deuren open houdt. Geen Persisch kleed dempt al te luide stappen. Geen luxe bad met kranen warm en koud. Geen fooien hier en geen commando planken. In het laatste huis, een huisje van zes planken. Een kwastje verf, de minste zorg is goed, omdat het toch beneden rotten moet. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van zes planken. Dan ligt een ieder in verschiet, al ben je nog zo'n grote biet. Je krijgt zes planken, anders niet, een huisje van zes planken. Wat brengt een mensenleven? Wat is geluk? Het is allemaal maar schijn. Dit laatste huis, dat eindelijk rust zal geven, blijkt voor het eerst vaak waar geluk te zijn. Zo menigeen die God zou willen danken, als hij het had, een huisje van zes planken. Zo is de wereld in verval geraakt, dat heeft de mens van het paradijs gemaakt. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van zes planken. Dan ligt er ieder in verschiet, al ben je nog zo'n grote biet. Je krijgt zes planken, anders niet, een huisje van zes planken. Thank you.